18 dagen na de 2-1 overwinning op Fortuna Sittard gaat FC Utrecht morgen op bezoek in de Johan Cruijff Arena bij Ajax. De club die dit seizoen imponeerde in de Champions League, onlangs al de KNVB-beker won en daarnaast twee keer gelijk speelde in eigen huis in de Eredivisie dit seizoen, voor de rest alles won. De laatste nederlaag in eigen huis in de competitie voor de Amsterdammers, die dateert van november 2017. En jawel, de tegenstander was toen FC Utrecht. Utrecht dat natuurlijk ook die wedstrijd zomaar kan winnen. En daartoe hier een flinke voorsprong neemt. Het huidige Eredivisie-seizoen kent nog twee speelrondes. Morgen wacht ronde 34 en woensdag ronde 33. Dat klinkt natuurlijk wat vreemd, maar heeft alles te maken met de wijzigingen in het speelschema. In de komende dagen gaan in de Eredivisie de nodige beslissingen vallen. Met een positief doelsaldo van 10 goals ten opzichte van PSV staat Ajax eerste. De Amsterdammers lijken ze geen misstap te kunnen veroorloven. Utrecht leeft langzaam toe naar de play-offs voor Europees voetbal. In theorie kunnen 4 ploegen de tegenstander in de eerste ronde worden. Heracles Almelo, Vitesse, Willem II of FC Groningen. Je zag eerder al een dolblije Zakaria Labiat, toen nog in het shirt van de FC. Dat was tijdens de meest recente ontmoeting tussen de beide ploegen in de Johan Cruijff Arena. Wie ook weet hoe het is om te scoren in Amsterdam, zijn Patrick Joosten en Sander Kelle. Vermeer moet komen, maar is er niet. Het is 1-0 voor Utrecht. Ja, kopbal eerste paal. Volgens mij, bal kwam eerste paal, Vermeer wilde uitkomen. Vermeer vond ik nooit zo heel erg sterk in de lucht, dus ik denk, ja, daar moet ik voorkomen. En ja, dat lukte. En ja, die bal kreeg ik op mijn hoofd en voor ik het wist lag in het netje. En, stond volgens mij 1-0 voor. Daar mijn eerste Eredivisie goal gescoord. Ook een mooie goal. Ja, uiteindelijk was het toch nog wel zonde dat je dan toch... want het was de 2-0 volgens mij en uiteindelijk hadden we nog 2-2 gespeeld. Dus ja, maar wel gewoon hele goede herinneringen gewoon daaraan. Ik bedoel, het was echt ja, gewoon een jongensdroom of zo. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint morgen om 14:30 en alle beschikbare kaarten voor het uitvak zijn uitverkocht. Dat betekent dat 10 bussen vanuit de provincie Utrecht morgen naar Amsterdam vertrekken. Mocht jij niet in de gelegenheid zijn om de wedstrijd te bezoeken of te kijken via Fox Sports, dan kun je FC Utrecht natuurlijk altijd volgen op Twitter en Instagram. Zo blijf je ook up-to-date. Na de wedstrijd zijn wij bij jullie met reacties. Die kun je zien via youtube.com/FC Utrecht. Bedank je voor het kijken naar deze OWD, de laatste van het reguliere seizoen. En we sluiten hem volgens traditie af met goals uit het verleden. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen. Kali Wildhuis. De Moesje, Vermeer half. En Duplan. En het doelpunt is voor FC Utrecht. Duplan. Ramzi, wordt dit zijn derde? Adil Ramzi. Ja hoor. Het wordt 3-1 voor FC Utrecht. Op aangeven van Kaluwe. Achterin getrapt. En die valt op miraculeuze wijze voor de voeten van Mols. En die rondt het prima af. Het is 2-0 voor Utrecht. Nelissen, die komt er niet aan. Maar daar is wel de goal. Wat een start voor FC Utrecht. Je ziet hier Duplan voor zijn tweede en Utrecht tweede. Ja, het is Ajax 0, Utrecht 2. En ongelooflijk toch ook bij Wouters.